bij het schrijven van mijn comedy show nu heb ik een verbod op paniekpiemels. Dus ik mag geen paniekpiemels moppen maken. Nu, je snapt direct wat ik bedoel met paniekpiemels. Ik denk dat ik een idee heb, ja. Maar omschrijf even wat... Dus als een bit niet werkt, of je zit in een soort van rant tijdens een show en het werkt niet, de krampachtigste oplossing om toch een lach uit de situatie of uit de verhaal te krijgen, is we steken er de piemel in. We doen er een seksistische mop of whatever. Dus dat soort heel gemakkelijke uitwegen. Paniekpiemels. Ik snap dat voor een stuk vanuit een comediebrein van... dan ben een piemel. En dan lacht iedereen toch. Oef, hebben we het toch gehaald.